Vooral de laatste jaren hebben we daar een belangrijke ontwikkeling in gemaakt. Dat we echt op zoek zijn gegaan naar docenten die ook passen in het team. Die het ook prettig vinden om met dit type leerling om te gaan. Dat je ook samen dat draagt. En dat je daar ook de vruchten van plukt. Ondanks het feit dat ik al 35 jaar voor de klas sta. En ik te maken heb met veel jongere collega's. Is het toch heel prettig om daar ook hele verrassende ontwikkelingen te zien. Daar waar je als oudere docent denkt, senior docent, van nou, ik heb alles wel eens gezien en alles meegemaakt. Laat ik me toch ook nog eens altijd prettig verrassen door mijn jongere collega's. Met ook wat verrassende invalshoeken. En met verrassende technieken waarvan ik denk, god, hartstikke leuk. Dus je blijft zelfs op deze leeftijd nog steeds leren. Ook van mijn collega's. Nou ja, ik sta hier op school, op mijn school in ieder geval bekend als de vraagbaker. De jongere docenten komen vaak bij me om te vragen hoe de dingen in de organisatie lopen. Of hoe je omgaat met een type leerling. Dus ja, ik denk dat ik voor hun ook een dankbaar onderwerp ben. En ook een baken in de hele onrustige onderwijsstormen. Dat ze ook regelmatig bij me komen om te vragen.